Hoe deel je Scoodle met Smart School Live? Het klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het heel erg eenvoudig. Smart School Live start je op door gewoon naar je vak te gaan in Smart School. En dan is er hier een live knop. Als je daarop klikt, start je Smart School Live. Dus hier kun je een sessie starten. En alle leerlingen die bij jou in de klas zitten, als zij ook hier vanuit deze pagina de sessie starten, komen ze eigenlijk terecht in dezelfde Smart School Live sessie als degene die jij aan het geven bent. Zo, dat gaan we eventjes doen. Dus dit is Smart School die opstart. Ik wil deelnemen met de microfoon. Dit moet ik eventjes goedkeuren, zodat de browser mijn microfoon mag gebruiken. En dan moeten we even wachten op de echo-test. Hallo. Voilà, dat is echo. You are currently the only person in this conference. Voilà. Normaal gezien zouden leerlingen nu ook kunnen deelnemen aan deze conferentie, maar goed, het is voor deze tutorial niet zo geregeld. Maar wat ik eigenlijk wil tonen is hoe je nu Scoodle kunt delen met je leerlingen op het scherm. En dat is hier via dit knopje onderaan. Als u hier klikt op deel uw scherm. Voilà, ik ga hier eventjes gewoon mijn volledige scherm kiezen. Je moet er gewoon eventjes op klikken. Voilà, delen. Dan ziet de leerling eigenlijk wat er nu op je scherm staat. Dat zie je hier ook verschijnen. Dus als ik nu naar Scoodle ga, of naar mijn bordboek ga, dan is dit ook wat de leerling te zien krijgt. En op deze manier kun je eigenlijk gewoon digitaal lesgeven vanuit het boek. Ziezo, dat was het.